Rijboeroe Enterprises RBE heeft het jaar 2019 feestelijk afgesloten, compleet met een 500 meter lange pagara en muziek. Dit gebeurde afgelopen zaterdag bij het hoofdkantoor van RBE aan de Industrieweg. Rijboeroe, directeur van RBE, zegt dat 2019 een geweldig jaar is geweest voor zijn onderneming. Het bedrijf is volgens hem geen brandstofdistributeur meer, maar een volledige oliecompany. Dit is een voortvloeisel van de samenwerking met het internationale oliebedrijf Ruwis. Boudou zegt dat met deze samenwerking RBE een succesvol 2020 tegemoet gaat. Nu mag geen enkele RBE uit ons leeglopen. Is niet mogelijk. We hebben onze eigen brandstof. We trekken en leveren wanneer en hoeveel wij willen. Er zijn geen beperkingen. Dus RBE loopt nooit meer leeg. Hoe ziet de toekomst eruit, de nabije toekomst, 2020 om te beginnen? Met Ruwis, fantastisch. We zitten in onze eerste Fast and Fresh shop. Er komen nog meer hiervan, zeker achtervan. En komend jaar hebben we ook Ruwis brandstations met RDE in samenwerking. Ook Ruwis gebrand tankwagens. Dus we gaan met Ruwis meer zichtbaar zijn. En we zien dat de Surinaamse economie in de groei is, tenminste. Er wordt groei voorspeld de komende jaren. Er is dus nog ruimte voor nog een derde speler. De brandstofmarkt gegarandeerd. We waren al op de markt en derde op de markt, maar we hebben onze eigen company, onze eigen product. Dus de economie gaat goed. Verder zegt directeur Boudou dat de huidige economische situatie in het land geen reden is om niet te ondernemen. Hij is de mening toegedaan dat in vergelijking met landen in het Caribisch gebied, Suriname het op financieel-economisch gebied goed heeft. Men moet werken. Men moet leren ondernemen en op een nette manier en eerlijk manier aan de slag gaan. Dat is zin. We hebben niet slecht. Gaat u naar Guyana, Jamaica, Barbados, Trinidad. U gaat zelf zien. Zelf over Amerika en de USA. Wie staat bij de kassa bij de verpakkingen? 80-plussers en 70-plussers staan bij de verpakkingmaterialen in de supermarkt. Dus ik weet niet wat de Surinaamse gemeente nog meer wil hebben. Gaat u verderuit, dan gaat u zelf zien. We hebben het heel goed. Heel goed ook. Directeur Roy Boudou van Roy Boudou Enterprises RBE. Hij sprak afgelopen zaterdag bij de jaarafsluiting van het bedrijf aan de Industrieweg.